Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 16 september 2015. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag in de uitzending het tweede deel van een impressie gemaakt door Simon PA9 TV van de ballonvossenjacht van afgelopen zondag. Vaker komt hier in Eindhoven, soms tot F8. En ik vind het heel leuk. Ik wens iedereen een leuke ballonvossenjacht. En Michael Tour van Papa Charlie ZX2. Oké, dankjewel. Ik begrijp inmiddels dat wij ook een update hebben. De update is dat de buitenlandse stations melden zich ondertussen op de trots. De meest recente fix is op een hoogte van 15 kilometer even ten noorden van Almere. En de zon, die schijnt nog steeds. Oh ja, de zon die hangt op 16,5 kilometer. Ondertussen in een klein gebouw met twee roldeuren was Richard, de ballonspecialist, de ballon aan het voorbereiden. Hier was ook de ballonkroep bezig om de radiosonde klaar te maken voor vertrek. Richard liep ondertussen het veld op, met zijn armen uitgespreid, en was nauwkeurig de hoek van de wind aan het bepalen. Daarna liep hij terug naar de opstelplaats met de wind in de rug, net zolang tot hij de wind niet meer voelde, en toen wist hij ook hoe hard het waaide. Overigens had Richard een paar verwachte landingslocaties voor de ballon gegeven, en het is maar goed dat hij niet meedeed aan de ballon voor zijn jacht, want hij had zeker gewonnen. We spreken hier met Richard Rote. Richard houdt zich al lange tijd bezig met het oplaten van de weerballonnen bij het KNMI. Ik begrijp dat het in vroegere jaren nog wel eens anders ging, klopt dat? Vroeger hadden wij geen parachutes. Eerst deden wij dat. We hadden verschillende, laten we zeggen, metingen. Dat is P-balls, dat zijn pilot balloons. Daar gingen we of in het begin gewoon een ballon, rode ballonnetje lieten we los. En dan gingen we met de theodolieten volgen. Als die in de wolken was, was het eindoefening. Daarna gebruikten we de radar met radarreflector. En in de jaren 70, 80, in de jaren 80 gingen we opeens met radiosondes 4 keer per dag. En daar waren we opeens in het begin met radardoelen. En later met parachutes en met plaatsbepalingssystemen, radioplaatsbepalingssystemen. Tegenwoordig satellietplaatsbepaling. Ik heb ook gehoord dat jullie nog wel eens met waterstof gewerkt hebben. Klopt dat? Waterstof is de vulling voor de ballonnen. In de wereld wordt nog heel veel waterstof gebruikt, ja. Richard, je doet het in ieder geval uiterst professioneel. En bedankt voor je inzet alle jaren. Lima Wichty, strook mobile vanaf de afsluitdijk. Even de hoogte opgezocht, anders kan ik er niet tussendoor komen, maar goedemiddag. PD1 AOW, even voor een QSL. Oké, nou dat gaat uitstekend, André. Mijn naam is Hans, Hotel Alpha November Sierra. En mijn eigen call is Papa Alpha 3 Fox Yankee Golf. Veel succes met het luisteren. Je zit daar in ieder geval hoog en droog. QRZ, Papa India 4 Romeo Charlie Golf. Juliet Alpha Delta. Papa Alpha 3 Hotel Echo, bravo. Hotel Echo Bravo gehoord. Eerst Juliet Alpha Delta. Juliet Alpha Delta. Een update van 14:15. De zon stijgt verder in de richting noordoost. Ja, dat klopt dus wel. En hangt nog steeds boven het water. De exacte hoogte weten we momenteel even niet, want de volgauto is zojuist. In de volgauto is een connector gesneuveld. Ja, het blijft techniek, hè. Er komen nadere mededelingen. Dus hij zit nog steeds op grote hoogte in de richting Almere en Lelystad. Het instrumentarium van de pijlwagens neemt indrukwekkende proporties aan. De laatste ontwikkeling is een gedeelde internetplottafel waar de pijlwagens hun individuele peilingen met de mobiele telefoon naartoe sturen en op die manier snel tot een collectieve kruispeiling kunnen komen. De catering aan boord van de radiokelder werd verzorgd door Berend PD1 ALO en zijn gezin. We staan hier met Berend, PD1 ALO. Berend, jij bent verantwoordelijk voor de gasvrijheid, heb ik begrepen. Dat klopt. Ik heb de taak op mij gekregen om samen met het hele gezin de catering te verzorgen van de ballonvossenjacht. En dat doen we nou voor het zevende keer. En wat hebben jullie al zoal in de catering aan te bieden? Want ik heb al soep voorbij zien komen. Ja, nou, we hadden natuurlijk bolletjes met ham en kaas. We hadden een lekkere tomatensoepje erbij. En we hadden natuurlijk dit jaar als extraatje om een broodje gezond ervan te maken. En een komkommer, een uitje, al dat soort gezonde zaken. En een augurkje, toch? En een augurkje later, want dat hielden we over. Nou, geweldig, Berend. Ik heb het zelf mogen proeven en het was fantastisch geregeld. Dankjewel. 2-1 en los. Dames en heren, op dit moment stijgt de ballon op. En de 37e al met al werd het door de inzet van de vele vrijwilligers een supergeslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar. Bedankt amateurs,